Het weer is warm, maar de hel is heter. Het Israëlcentrum denkt producten uit bezette Palestijnse gebieden te mogen verkopen. Maar wij weten beter. Left. Hallo meneer. Mag ik u vragen waar die producten vandaan komen? Uit het Israëlcentrum. Maar komen die ook uit bezet gebied? Dat weet ik niet. Heeft u gehoord dat er ook aangifte is gedaan tegen dit centrum? Nee. Ja, hoe bedoel je? Tegen de producten uit Israël of zo? Ja, er worden producten uit bezette gebieden verkocht. Ja, dat zeggen ze. Mm-hmm. Maar er zijn geen bezette gebieden. Dus... Volgens het internationaal recht wel. Ja, ze kunnen wel meer zeggen. Eigenlijk is zowat de hele internationale gemeenschap het er wel over eens dat deze bezetting illegaal is. Van de Verenigde Naties tot de Europese Unie en ook de Verenigde Staten, de belangrijkste bondgenoot van Israël, keuren het allemaal af. Zelfs Amerika, de grootste bondgenoot van Israël, de grootste bondgenoot, zegt dat het illegaal is. Mijn beste, al zegt de koning en al zegt de hele wereld hetzelfde, dat wil toch niet zeggen dat het daarom waar is? Ik vind het niet kloppen, maar ja. Waarom niet dan? Waarom niet? Omdat het geen bezet gebied is. Het is het land van God. Dus God gaat boven de internationale... Ja, dat zeker. Extremistischer dan dit wordt het niet. Weet je wat ik je ga adviseren? Ga je eerst verdiepen in het hele verleden. Ik denk dat ik dat nog niet gedaan heb. Ja. The EU is fundamentally opposed to the settlements, the building and enlarging settlements. They are illegal from the point of view of the international law. De aanklager van het internationaal strafhof vindt het aannemelijk dat Israël oorlogsmisdaden pleegt door Israëlische bevolking te laten verhuizen naar de bezette gebieden. Mensenrechtenorganisaties zeggen dit is een apartheidsregime. Toch blijft Israël bijna jaarlijks de bouw van duizenden nieuwe huizen goedkeuren. Het is best wel een omstreden plek. Omstreden plek? Hoezo? Ja, die verkopen allemaal illegale producten. Ah nee joh, hou op. Hey, uit bezet gebied. Doeg, hè? Hoi. Gaat u je illegale wijn kopen? Zion Imperial Sauvignon Blanc. Lekker met kaasstengels. Van Jumbo zijn ze heel lekker. We zien nu de mensen paniekerig uit het raam kijken. Ik zeg binnen 10 minuten politie. En kijk, wie zijn er aangekomen? Onze grote vrienden. Nou, hadden we niet verwacht. Hallo. Alles goed? Ja. Oh, dat snap ik. Okay. Ik heb wel een perskaart bij me als jullie weer graag wilt zien. We kregen een melding. Oh. Ik denk, ik ga even met jullie kletsen. Tuurlijk, dat mag. Dus, maar ja, weet je, als je hem al aanbiedt. Nou ja, ik bedoel, daar heb ik hem voor om ze te laten zien, toch? Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Mag ik vragen wat jullie hier brengt vandaag? Ja, er is namelijk vandaag nieuws geweest dat er aangifte is gedaan tegen dit centrum. Die zouden producten uit bezette gebieden verkopen. En daar doen we verslag van. Of de mensen dat weten, dat de producten nogal omstreden zijn. Okay. Dat was de journalistieke relevantie. Okay. Zij verkopen illegale producten. Ik stel daar vragen over. En dan komt de politie naar mij toe. Nou, wat een land. Wat een land. Maar wat zullen ze balen? We zijn er nog steeds. Perskaartje, die pak je niet zomaar af. Ja, wat ga je nu doen? Ga ze nog een keer bellen? Ik zie ze alweer bellen. Ik denk, ja, wat wil je nu doen dan? Het leger? Ik denk dat IDF je niet kon helpen, hoor. Ik heb een handen vol aan het verzet, joh. Hallo, meneer. Hoe maakt u het? Ja? Als jullie de camera's misschien even weg kunnen doen, kunnen we wel even praten. Nou, we maken eigenlijk media, dus. Ja, dat begrijp ik. Maar als u de camera's even weg wil doen, kunnen we even praten. Nou, zolang we op de openbare weg staan, zijn we dat niet van plan. Oké, okay. Dan stop. Ja, maar meneer die belde eigenlijk meteen de politie. Je bent eigenlijk de eerste die naar ons toe komt. Dat waardeer ik op zich wel. Maar het is een beetje gek, want jullie verkopen illegale producten. Dus dan zou ik eigenlijk de politie voor jullie bellen. Niet per se voor iemand die daar vragen over stelt. We zijn niet eens binnen geweest. We hebben niet eens aangebeld. Ze hebben niet gevraagd wie we zijn. Ze zien letterlijk een camera. En we hebben aan... Nou, een paar mensen voor de deur niet de meest pro-zionistische vragen ooit gesteld. Maar we hebben niet gescholden. We hebben geen dreigende bewegingen gemaakt. En je belt gewoon de politie. Dat is wel het privilege
van de Zionist. De Zionist ervaart echt dat de volledige staatsmacht achter hun staat. Deze mensen verkopen illegale producten. Wij hebben een plofkapje en komen een vraag stellen. En zij bellen mensen met wapens op hun heup. Die leuk even je ideetje komen controleren. Hè, is die engnek die de hele tijd foto's staat te maken en de hele tijd staat te bellen. Heeft de politie zijn ideetje ook even gecontroleerd? Nee hoor. Left. Kapitalisten hebben hun eigen media. Maar wij hebben elkaar. Al vanaf 1 euro en 99 cent per maand kan jij ons blijven helpen voor te bestaan. Kijk, ik bedoel, even heel realistisch gezien, dit geluid ga je gewoon ergens anders krijgen.